We hebben vakantie! Goedemorgen, het is vrijdag en de laatste dag voor de zomervakantie. En jij gaat in het kikkerbadje zwemmen. Ja, dat is vanmiddag. Sarah die is de speelgoed aan het pakken, want die heeft speelgoeddag op school. Laatste dag in de kleuterklas en we hebben vanmiddag zwemles en dan ga ik meedoen. En dan mag ik ook in het ondiepe meelessen, dat is heel wat. Ik heb vandaag deze jurk aan van Envy en die sandalen van Edited. En Sarah heeft ook een mooie jurk aan. Ja. En de sandaaltjes. Ja. Yeah. Heb je er zin in je laatste dag? Ja. Ja? Dit is heel mijn outfit. Ja, dat hebben we net al laten zien. En ik loop alles te showen hier. Dit is mijn mooiste outfit dat ik kom uit mijn zak. Laatste kwartiertje van mij thuis. Is ingegaan en dan ga ik Sarah ophalen. En dan hebben we van school vakantie. En dan dadelijk nog zwemles. En daarna hebben we echt vakantie. En ze heeft nu ook van ballet voor de vakantie vrijgenomen. Dus we hebben eigenlijk gewoon geen verplichtingen. Echt van alles vakantie. Zo en toe. Bijna. Nou, het is tijd. Ik ga naar school ze ophalen. En we gaan met ons groepje, zeg maar, van school gaan we een eitje eten. Om de vakantie even in te luiden. Het is helemaal gezellig. Daar heb ik echt zin in. In ieder geval, we zijn met zeg maar 5 van de 6 moeders. 1 moet helaas werken. En daarna naar huis, even kort. Dan samen zwemles met Sarah. Dan eten we weer thuis. Dan breng ik ze naar mijn moeder. Daar logeert bij opa en oma. Dan komt Irene. En dan gaan wij ook weer weg. Dus drukke dag, maar heel erg leuk. Ik heb er helemaal zin in. Ik vind het wel echt mooi dat Quint. Het in 3 jaar... Quint, moet je weer eraf? Quint, naar beneden. Hij is beter kan eten dan de auto van het stel. Ja, dat wilde ik eigenlijk niet zeggen. En nu onderweg naar zwemles. De laatste verplichting. Met jou in het kinderbootje. Ik ben nog steeds zo moe. Het staat helemaal nergens op. Ik heb deze ervan. Ja, die heb je laten zien toch al. Nou, ik ben nou eens een panda uit het water gekomen. Ik krijg het nu ook echt niet weg, dus ik moet even reinigingsmelk hebben thuis. Ik ben wel wakker geworden ervan. Net was ik echt non-stop aan het gapen. Het was wel leuk, hè? We mochten gelukkig wel ook heel veel in het diepe. Ja. En nu snel naar huis. Ik heb niet onder water gelopen, hè? Ja, heb je wel een stukje gedaan en je hebt door het gat gezwommen. Nee, ik heb water gelopen. Oh, je bedoelt gewoon over de bodem een wandeling gemaakt. Ja, nee, niet de hele wandeling, nee. Dus, oh, ik kan niet wachten, echt. Die make-up irriteert echt op mijn huid. Dus ik wil het echt zo snel eraf. En dan hou ik gewoon even mijn gezicht make-uploos tot Irene er is. Want dan maak ik me dan wel op. Ik kan mijn huid even rusten, want ik merk het wel altijd van het chloor. Mijn huid het niet heel erg fijn vindt. Weet jullie nog wat ik ga doen? Ik ga lekker bij oma. Lo. Lo slapen. Ja. Lo slapen, ja, eigenlijk wel. We hebben vakantie! Yay! En we maken er gelijk een feestje van, hè? En ik heb al een feestje geweest met Tom. Oh ja, die was jarig, hè? Ondertussen koken en een feestje weer. Ik heb mijn pannen overweg. Zo, laat zien wat je kan. Laat je sms met jouw gezicht zo erg zien, want je bent niet gemakend. Nou, dan, maar ik heb mijn loze hoofd is wel vaak in beeld. En Irene is er ondertussen. Hi. En Marco gaat ons even afzetten. En die gaat erdoor en die haalt ons ook op, dus dat is echt helemaal fijn. En we hebben er zin in. Ja, dat is echt heel fijn. We hebben er echt zin in. Het is echt lang geleden. Lang geleden? Ja. Minimaal 6 jaar. Ja.
Ja, voor Sarah. Nee, Sarah wordt al 6. En mijn zwangerschap, dus dat is echt 7 jaar geleden. Minimaal dat we samen zijn weer stappen. Dat is echt. Niet normaal. Ja, en wat worden we dan laat? En we doen het zeg maar de oldjes, want we zijn al oud. Ja, we zijn veel te oud. We liggen weer op tijd in de bed. Ja, de oldies. Ja, gewoon nog maar 1 uur naar huis, Max. Ja. Dus klaar. Oh, maar ik hou er echt wel van. Ja, ik vind dat echt beter dan tot 5 uur. Ja. Ik ben daar ja, soms vind ik het leuk, maar... Zou je morgen ook eens Nee, ik vind het wel lekker om gewoon fris normaal mijn bed uit te kunnen. Ik ga wel vaker je vlogs niet tegenwoordig. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Morgen kom je... Nee, overmorgen kom je online. Oh, spannend. Ja. Wachten met die dubbel, 2 keer. Eerst de vlog 's ochtends en dan daarna de challenge. Die komt om 1 uur. Maar die staat nu dus al online. Hij is leuk. Hi. Ik vind hem echt, ja, vind hem hilarisch. Ja, ik ben benieuwd. Mag ik hem dus, even sturen voordat hij online gaat? Hij staat online. Oh, ik kan het alleen nog niet zien. Maar hij staat al. Nee, nou, hij is echt leuk. Benieuwd. Hij is leuk. Spannend. Wij zijn oud en gaar. Ja. En gaan stokbrood eten. Ja. Dat nou. Moet. Als ik bij Natasja ben, moet ik stokbrood eten. Met sesamboter. Met sesamboter. Te lekker. Het was wel heel gezellig. Maar nu zijn we moe. Maar we zijn nu moe en gaar. En oud. Heel oud. Echt, hè? Heel oud. Ja. We worden wel 10 jaar jonger geschat, maar als we dan eenmaal op de bank zitten... Ja, we werden wel goed geschat. Ja, maar ja. 10 jaar jonger. Ja, ik iets minder jonger, maar... Ja. Maar nog steeds. Je bent wel jonger geschat. Ja. Maar goed, als ik dan 's ochtends in de spiegel kijk, denk ik, nou, ik voel me wel 37. Ja. Ik blijf gewoon volhouden dat ik 24 ben. Ja, misschien moet ik voor de volhouden gewoon 27 ben. Ja, dat is goed. Geloof ze toch wel. Dus dat? Ja. Stokbrood. Jam jam. Jim jim. Even scherp te doen. Ik heb dus echt zo wat ooit. Dan ligt lekker bed. En Irene ligt ook. Mark ligt op zolder in het logeerbed. Ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgen. Doei!